Ik was ontzettend blij met de opdracht het luisterboek te mogen schrijven. Want ik ben een enorme fan al vele, vele jaren van luisterboeken. Ik vind het een fantastisch, een heel intiem medium. Ik denk dat het aan ons allemaal appelleert, voorgelezen worden. Dat is iets heerlijks, ook voor volwassenen. Het doet ons denken aan hoe de mensheid vroeger bij het kampvuur verhalen vertelde. Lang voordat we leerden lezen. Ik denk wel dat er een verschil is tussen zelf lezen en voorgelezen worden. Zelf lezen is natuurlijk een totale solo act. En voorgelezen worden, dat heeft een soort sociaal aspect. Je doet het met z'n tweeën, de luisteraar en de voorlezer. Ik denk dat ik echt hopeloos verslaafd raakte door Dreams from My Father van Barack Obama. Die zijn levensgeschiedenis te boek heeft gesteld en dat ook in luisterboekversie heeft uitgebracht. En dat is een emotionele odyssee door zijn jeugd en een zoektocht naar zijn vader. En die man die heeft natuurlijk zo'n prachtige stem en zo'n heerlijke dictie. Ik geloof dat ik toen dacht, dit wil ik elke week wel een keertje, zo'n uurtje, zo'n paar uurtjes luisteren. Ja, er zijn stemmen waar ik heel graag naar luister en iedereen denk ik. Job Cohen, Jan Meng, Cees van Ede. En ja, een van mijn persoonlijke favorieten is Lauren Bacall, Amerikaanse filmster uit de jaren 50. Die haar memoires heeft ingesproken toen ze 80 was. En met een doorrookte stem, die ook doordrenkt was van whisky, vertelde ze over haar huwelijk met Humphrey Bogart, Jason Roberts en allemaal dat soort mannen. En het was net alsof ze het aan mij persoonlijk toevertrouwde. Alsof ze het alleen aan mij vertelde. Ja, ik heb zelf heel lang gedacht dat een luisterboek gewoon iets was waar ik toevallig persoonlijk van hield. Maar toen kreeg ik een telefoontje op een dag van een moeder van een jongen die eindexamen moest doen op de HAVO. En die was helemaal vastgelopen in zijn leeslijst Nederlands, want de jongen had dyslexie. En zijn moeder vertelde me toen dat hij zijn Nederlands toch had gehaald dankzij mijn luisterboeken. En dat was een moment waarop plotseling mijn ogen opengingen voor het feit dat er eigenlijk heel veel verschillende doelgroepen, zou je kunnen zeggen, bestaan voor het luisterboek. Mensen met dyslexie zijn een goed voorbeeld. Maar ja, denk ook aan je slechtziende oma of je halfblinde tante. Of denk aan mensen die voor wie Nederlands de tweede taal is en die eigenlijk alleen maar op deze manier via een luisterboek kennis kunnen nemen van onze prachtige Nederlandse literatuur. Of denk aan de 1,5 miljoen laaggeletterden in Nederland die moeite hebben met lezen. Voor al deze mensen is een luisterboek ideaal en voor al deze mensen is een luisterboek een geweldig cadeau.